Leuk dat je kijkt naar deze analyse van Upload VR. We hadden in het begin geen fok idee wat het zou zijn. Ja, VR, VR games. Maar het was de eerste keer. We hebben dit nog nooit eerder gezien. Nee, het was de allereerste keer. En ik denk, om het kort te houden, het was veel te veel. Ja, te veel onzin. Het gevoel van wat we straks allemaal gaan bespreken. Ze probeerden er zoveel in te proppen. Ja. En ik heb ook het gevoel dat er gewoon een goede selectie ontbreekt. En dat het misschien te veel een ons kent ons wereld is, die VR-wereld. Nou, wat je heel erg merkt is dat ze verwachten dat jij games al kende. Of dat je al voorgaand werk kende. Ja. Maar VR is natuurlijk redelijk een niche nog. Hè? Je hebt wel de PlayStation VR die wat groter is geworden dan wat iedereen al een PlayStation hebt. En een hele leuke toevoeging. Maar het begin van VR was natuurlijk heel lastig. Je had een sterke PC nodig en je had echt niet alles. Nee. Je kon ook niet alles. En mensen verwachten dus nu wel dat mensen die de E3 kijken al van al die games wat afweten. En dat is niet het geval. Nee. Zeker niet. Nou, wat leuk om te zien was het begon met Vertigo Games. Nederlandse, er kwamen een aantal Nederlanders in beeld. Dat kon je heel goed horen. Dat kon je heel goed horen. En de titel die zij bespraken, dat was After the Fall. Ja, het was een soort van Killing Floor. Het gaf mij een Killing Floor vibe. Het zag er wel goed uit. Ja. Maar ik weet niet wat het toevoegt. Want het was weer een zombie game. Ja, 4-player co-op zombie-like game. Ze hadden het over loot. Ze hadden het over dat je sterker en upgrade. Ja. En dat is op zich allemaal wel interessant. Ja. Maar je ziet al zoveel van dat soort zombie games die dit bieden. Ja. En daarom heb ik zo, wat biedt de VR extra aan deze game? Buiten dat het echt prachtig uitziet. Top gamepie. Weet ik niet van wat gaat dat de mainstream of de mensen die nu een Oculus hebben zeggen van oké, maar die moet ik erbij hebben. Dat weet ik niet. Ja, wat ik een beetje het gevoel had bij deze titel, maar eigenlijk bij meerdere titels die gepresenteerd werden, dat het een soort van Kickstarter pitches waren. Ja, zo voelt het wel. Dit is het bedrijf waar we zitten en dit is een klein beetje artwork en dit. Maar inhoudelijk liet je niet heel veel. Niet heel veel zien, het was alleen maar trailer. Heel veel trailers, weinig gameplay. Weinig gameplay. Ja. Of stills. Alleen maar stills. En dan weet je niet precies wat je ervan moet maken. Daarna kwam een titel die heette The Wizard of the Dark Time. Een beetje een soort avatar gevoel Was het niet Wizard of the Dawn? Nou, weet je, het probleem is, titels ontbraken tijdens deze hele persconferentie. Er was eventjes kort een titeltje in beeld en de titel verdween weer. Dus het spijt me als ik titels verkeerd heb, maar dat was het gewoon was ook niet heel duidelijk. Lastig. Het was heel lastig. Maar dat is weer het feit van ze verwachten dat je het al enigszins kent. En ze lieten het zo snel zien. Maar ook dit weer, het was een trailer en we zagen een soort avatar creature zagen we in beeld. En dat was een beetje hocus pocus. Hier en daar zat een toffe staf had ze in beeld waarmee ze het ene en ander... Ja, ze deed zo'n Thor-actie dat hij in beeld kwam. Ja, zo'n Force-actie inderdaad. Ja. En dat was het. Ja, ik heb ook geen fuck idee. Ja. Het was trouwens inderdaad wel Wizard of the Dark Times. Okay. Dan was er een game met knakworstjes. Ja, ik herkende de muziek gelijk. Dat is van Team Fortress. Dat is een game die al heel lang bestaat vanuit Valve. Maar het is gebaseerd met een game die heet Hot Dogs, Horseshoes en Hand Grenades. En dat is eigenlijk een game waar je guns pakt en die kan je dan laden, dingen toepassen en dan een beetje langs de shooting range schieten. En daar hebben ze dus een Team Fortress look overheen gegooid. Dat is een beetje cartoony. Ja, en dan kan je knakworstjes gaan schieten. Volgens mij zijn dit allemaal NPC's in de zin van ze lopen rond en je schiet ze kapot. Ik heb niet het idee... Of je tegen andere mensen aan dat te spelen. Dat gevoel heb ik niet, want dat is bij die andere game namelijk niet zo. Maar misschien dat ze dat nu wel hebben toegevoegd, dat je online tegen elkaar kan. Ze hadden een grappige bijnaam dan gegeven, Meat Fortress. Ja. In beeld stond. Ik had een beetje een soort cowboy gevoel. Ik weet niet of dat klopt. Ja, dat is het niet, maar ik begrijp wel dat je die feeling hebt. Meer in de zin van dat je... Ja, maar dat is de game wel. Je moet gewoon lekker schieten en je oefent gewoon je reload speed of zo. Wat me wel opvalt is dat heel veel titels die we hebben gezien... dat het heel veel moving en shooting was. Dus op een of andere manier dan... Of dat probleem is opgelost met die motion sickness of zo, ik weet het niet helemaal. Ja, maar niet alleen motion sickness, maar ook de immersie. Hè? Als je een bewegende game hebt, maar jij kan niet bewegen zonder... Hè, je beweegt niet door te lopen, precies. Maar je beweegt met sticks. En je loopt in de game wel, terwijl je wel een VR op hebt en het allemaal first person is, kan het toch een beetje raar voelen. Kijk, als jij een game met een controller gewoon simpel speelt, dan valt dat niet zo op, met een bril op wel. En bij deze games is dat heel anders. Ja. Het voelt gewoon heel raar. En daarom vind ik het bijzonder dat je niet een game hebt met alleen maar zitten in een ship of zo. De titel die daarna kwam was een titel die jij eigenlijk meteen herkende. Ja, het was een beetje portal-achtige vibe. Ja. Om maar ook meteen aan te kondigen, ze hebben ook meteen Budget Cuts 2 hebben ze ook later aan. Ja, en dat was al bekend. Weet je, Budget Cuts is een VR-game waar je eigenlijk een beetje in deel 1 moet sneaken.
en moet ontsnappen. En dan kan je met mesjes robots uitschakelen. Je moet een beetje gaan zoeken. Die is best goed ontvangen. Ik had wel begrepen dat er een aantal levels waren die gewoon heel, heel lastig waren. Ja. Qua design, dat het gewoon niet klopte. Maar de game is gewoon heel geinig. Want wat zij oplossen met het bewegingsprobleem wat je uitlegt. Hier heb je een portal gun. Ja. Die schiet een balletje. En daar kan je doorheen kijken en weer terugkijken. Ja. Daardoor kunnen enemies jou doorheen wel zien. Maar dat geeft een heel andere vibe aan het bewegen. Want je hebt het gevoel van, hé, ik ben echt met een portal gun bezig. Ik ben niet aan het lopen. Ik ben niet aan het... Nee, het is een portal gun. Dus die immersie is daarin beter. En we hebben het er ook over gehad. Hoe realistischer de game in VR, hoe slechter die eigenlijk is. Je moet echt een beetje stylistisch iets hebben. Ja, dat is over dat stylistische gesproken. Een game die daar heel goed gebruik van maakt, dat was The Curious Tale of the Stolen Pets. Zagen eigenlijk een soort, in het begin zagen we een soort vrouw in beeld. En we dachten echt, wat is dat nou? Wat staat ze nou daar gek te doen? Een beetje met die handjes in beeld. En toen in één keer werd het eigenlijk al vrij snel duidelijk wat de game ging doen. En dit was een goede trailer. Ja. Het liet eigenlijk met minimalistische moves zien wat je nou precies gaat doen en hoe dit gaat zijn. Dus je hebt eigenlijk een soort reuze eiland en om dat eiland kan je een beetje heen bewegen. En ik heb dan een beetje de indruk dat je dan dat ecosysteem van dat eiland, dat je daar invloed op kan uitoefenen. Dus poppetje wat je hebt, wat je kan bewegen, waarschijnlijk een aantal puzzelelementjes. Maar hoe lelijk die vrouw er ook ingekeerd was, het liet eigenlijk heel duidelijk zien wat het ging zijn en wat je ervaring gaat worden. Ja, maar wat het ook is, precies zoals jij het zei, op het moment dat jij een beetje het kijkdooseffect hebt, dan werkt VR heel goed. Klopt. Want je kan je zelfs wel van distancieren van de wereld, maar je kan wel daadwerkelijk jezelf bemoeien met precies. iets. En dat is echt heel cool. En dan krijg je het effect, en dat is heel grappig in VR, als je voor het eerst een VR headset op hebt, en je hebt zo'n kijkdooseffect en je hebt het gevoel dat je naar voren kan gaan, dan is het wauw. Ja, kan het zien, ik kan er omheen kijken. PlayStation heeft een aantal demo's ook online staan. En één daarvan is gebaseerd op het meisje met de zwavelstokjes. En dan kan je ook kijken naar een soort virtuele wereld. Ik weet niet of het, volgens mij heette het Lunettes. Iets in die richting, hang me er niet aan op. En daar kan je dus ook inderdaad als een soort kijkdoos kan je daar op reageren. En dan heb je echt dat wauw effect. Zonder dat je dus die motion sickness krijgt. En dan zijn we er nog niet. Daarna kwam iets waar ik me van kan voorstellen dat mensen daarvan gehyped worden. Angry Birds VR The Movie. Ja. En wat ik interessant vond hiervan was dat het dus een combinatie was van VR en non-VR. En we hebben daar... wat interessant is als je... Want omdat VR op dit moment nog niet super groot is, moet je dat op speelse manier moet je dat aan de man krijgen. Nou, en hoe kan je dat doen? Door mensen de mogelijkheid te geven om samen te spelen met mensen die wel een VR-headset hebben. Ja, op die manier, geen VR, mensen met wel VR, dat je het een beetje kan verdelen. Zodat je ook die mensen kan lokken naar je toestel. Nou, iets wat Bridge Crew toen bij jou ook goed deed, dat je met andere consoles of mensen zonder of met dat kon doen. Ja. En dat doen ze hierin dan op de bank. Hè. Je hebt 4 controllers wel nodig voor de PlayStation, maar je kan wel, de een heeft een bril op en de rest heeft een controller. Ja, nee. Wat ik niet weet, is wat doet degene met de bril op en wat doet degene met de controller? Dat hebben ze allemaal niet laten zien. Nee, dat hebben ze niet laten zien, maar ik hoop persoonlijk dat het een beetje... Dat Keep Talking and Nobody Explodes effect heeft. Een let's play van Jeroen en ik die je ook op GamerGeeks op dit moment kan bekijken. Na het zien van deze video. En daar is het ook de bedoeling. Hè? Iemand die zonder een VR headset zit. Die moet gaan samenwerken met degene die wel een VR headset heeft. Kijk, ik hoop dat het iets in die richting is. Maar ik vind het in ieder geval heel fijn dat je... Het is een leuke franchise. Dus wat ze doen, dat is goed. En de mensen erachter doen het ook goed. Maar ik heb nog geen idee. Nee, maar als je dan met iemand op de bank zit die wel met een VR headset aan het spelen is, kan je in ieder geval meespelen. En daar is over nagedacht. Heel slim. Daarna kwam iets wat niet eens de naam van deze zeer toffe brand zou mogen dragen. Nee. Doctor Who. Oh. Edge of Time, en dit is nou typisch hoe je een brand verneukt. Weet je wat ik met Doctor Who heb? Het moet kleurrijk zijn, het moet speels zijn, het moet leuk zijn en spannend. En een beetje futuristisch en tegelijkertijd kan het ook in andere tijd. En wat ik hier zag, het was bruin, het was vies, het zag er niet uit. Het was raar. Het zag eruit. Ze hadden hier gewoon, en dat ontbrak, hier had gewoon die titel Pre-Early Alpha Footage. Nou, wel staan. Meer dan dat, way too early alpha. Way too early, ja. Dit hadden ze nog niet laten zien. Dit is niet Doctor Who. Nee. Dit is niet wat een Doctor Who-fan wil spelen. Wij zijn allebei Doctor Who-fan. Siri, ik weet niet wanneer jij bent afgehaakt. Het laatste seizoen heb ik nog niet gezien. Maar goed, dit zorgt er niet voor dat jij het laatste seizoen wil gaan kijken. Dit trekt mij niet weer terug in die serie. Nee, zeker zelfs niet, de TARDIS was bruin. Die TARDIS hoort goed blauw te zijn. Zelfs die TARDIS had
bruin tinten. Jij zei terecht tijdens de analyse... Stront in, ja. Nee, jij zei terecht, dit is nou een typisch voorbeeld van de Brexit. Oh ja, is het door de Brexit? Ja, gewoon geen budget. Nee. Gewoon niemand heeft er zin in. En het is wel een BBC die erachter zit. En ik van, als BBC ja, zijn, dan zeg je er ook van, jongens, dit is niet de stijl die wij willen. Ja, wat we dan nog meer hadden, Disciples of Dawn, nou dat was een beetje huisjes kijken. Oh ja, ja. Sloeg ook nergens op, het was niet duidelijk. Er zat een of ander oud-middeleeuws font in beeld. Onzin. Dan hadden we een game en dat was een beetje dat ik het gevoel had dat het een soort Blade Runner-achtige titel was. De game heette Lo-Fi. Ja, Blade Runner vibe had ik. Nou, het zag er leuk uit, maar het liet me nog steeds niet heel goed zien wat je nou echt doet. Nee. Je schiet, je vliegt, je onderzoekt wat. En het probleem van dat soort games is wat wil je nou zijn? Wat wil je nou dat ik ga doen? En ja, dat laten ze in deze trailers gewoon niet zien. Nou, dat ontbrak in heel veel dingen. De stijl is heel vet. De stijl is echt heel vet. Dan hadden we een titel en dat was Acron, Attack of the Skrulls. Zag er leuk uit. Ja, je weet gelijk precies wat het is. Het was een samenwerking tussen mensen die een VR-headset hadden en mensen op de mobiele telefoon. Ja, klopt. Hoe dit nou precies speelt, dat weten we niet, maar het was wel een soort kleurrijke... Het is heel simpel. De een die heeft de bril op, die is de boom, die gooit dingen. En de andere die moeten van die boom iets proberen te jatten en die hou je tegen. Easy as that. Ja. Maar het werkt perfect, want degene met de bril op heeft een hele andere ervaring dan de andere spelers. Het enige probleem wat jij heel erg snel aankaartte, waarom die mensen op een telefoon spelen en jij met een Oculus Rift op? Doe dan dat met een telefoon ook in zo'n headset. Ja. Maar wel weer een voorbeeld van co-op versus co-op non-VR versus VR. Ja. En dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. Zo krijg je VR een beetje terug in de kamer. Dan gaan we iets waar we heel snel doorheen gaan. Ook weer een voorbeeld van hoe verziek je een brand. Ja, precies. The Walking Dead. Nou, niemand kijkt die serie nog tegenwoordig. ik in ieder geval niet. Ik vind het echt één grote shitzooi geworden. En dat bewijst deze pre-alpha footage van The Walking Dead ook. Ja, we gaan hier niet langer meer tijd aan spenderen, Jeroen. Want we gaan door. We gaan door naar een Hotel Rock'n'Roll. Hotel R&R. Een simulator game. Ja, de grap is, we dachten eerst dat het een simulator was. Je zag een guy gewoon dingen slopen en dingen oppakken en gooien. En ik van, ja, wat is dit, een physics-based game? Maar aan het einde kwam dus inderdaad gewoon tevoorschijn dat het doel van de game is dat jij een hotelkamer of een kamer moet slopen zonder ontdekt te worden, zonder dat je betrapt wordt zo snel mogelijk, op de gekste manier. Ja. Je zal daar wel punten mee kunnen scoren. Dus het zal iets van een simulatie met physics zijn, maar wel met een doel van, je hebt een doel van je moet zo snel mogelijk, zoveel mogelijk slopen zonder dat je doodgaat, gevonden wordt, iets doet. Ik weet niet genoeg, maar het had wel een leuk steltje. Ja, nou, dan kwam er was er nog een hoop zooi die ze daarnaast ook hadden. Wat mij wel opviel, er was Space Team in VR. Ja, en daar zei je iets heel straks over. Ja, ik ben echt een fan van Star Trek Bridge Crew. Bekijk ook die Let's Play op ons kanaal. En Space Team, Star Trek Bridge Crew, is gebaseerd op Space Team. En Space Team, dat is een spel waarin je met je vrienden op je mobiele telefoon, heb je het niet, hartstikke leuk op verjaardagen, download die app nu, Space Team. En de bedoeling is dat je met elkaar samenwerkt. Alleen heeft iedereen op zijn mobiele telefoon iets anders. Dus ik heb bijvoorbeeld, ik krijg een command van, druk de rode knop in. Maar ik heb op mijn mobiel heb ik geen interface met een rode knop. Nee, dan moet je tegen mij zeggen van, heb jij een rode knop? Heb jij een rode knop? Dan moet je Jeroen druk op ik die op de rode knop moet drukken. Dus dit team, dat team wat dus die app waarschijnlijk heeft ontwikkeld, die heeft dus Space Team ook nu uitgebracht in VR. En dit is niet hoe dit had gemoeten zijn. Dus Bridge Crew heeft Space Team overgenomen op een hele goede en slimme manier. Nou, gewoon een idee gekopieerd een op de juiste idee manier. Gekopieerd. Ja, beter gekopieerd. Nee, maar beter gejat. Goed gekopieerd dan slecht gejat. Ja, precies. Ja. Die phrase inderdaad. En nou doen zij Bridge Crews kopiëren op een manier waarop dat helemaal niet moet. Nee. Dit was lelijk, dit zag er niet uit, je had wat glitchy, face comments. Wil je dit spelen? Dan koop je Bridge Crew. Dan ga je niet Space Team spelen. Wil je Space Team spelen, dan doe je dat op je mobiele Bridge Crew heeft natuurlijk ook een naam. Star Trek. En dat is natuurlijk veel epischer. Een game die er wel tof uitzag. Dat was een beetje Noorse mythologie. Mm-hmm. Dat was Asgard. Wrath. Asgard's Wrath was dat. En ik vond het er wel tof uitzien. Ik heb niet het gevoel dat het nou helemaal duidelijk is. Want je bent een god en een gewoon een persoon tegelijkertijd. Of je gaat als god naar de aarde je en je kan
creatures. Je moet een beetje mensen helpen met hun missie of zo. Nou, en ik moet wel bekennen dat ik het begin van de gameplay interessanter vond. Dan de tweede en naarmate het vorderde, had ik wel zoiets van, oké, wordt me eigenlijk nu alleen maar duidelijk. Want je zag iemand die een haai kon converten naar een mens. En die kon die vanuit een soort god mode, kon die dan neerzetten. En dan kon je ook weer als mens zijnde inderdaad in first person, kon je dan ook weer functioneren. Dus het was me niet helemaal duidelijk wat het was, maar ik vond de stijl, die vond ik wel interessant. Ja, de stijl was wel goed, ja. Maar ook ja. Dit weer, heel erg gebalanceerd op zwaardvechten en heel veel movement. Maar dat komt ook omdat mensen heel erg dat zwaardvechten vroeger gemist hebben, dat gevoel van zwaardvechten. En daarom is het in VR heel succesvol. Ja, iets waar jij wel echt enthousiast over was, dat was Rogan, the Thief in the Castle. Een soort sneak game. Ja, nou, enthousiast is misschien niet het goede woord, want zo enthousiast was voor mij ook weer niet. Het was eerder het feit dat het wel cool uitzag, alleen weer heel onduidelijk van wat ben je nou aan het doen? Ben ik aan het sneaken? Ben ik aan het vechten? Op een zie je vechtscènes, maar je hebt geen idee of je dat ook in de game gaat doen. Nee. Het zag er wel heel goed uit voor een VR-game. Toffe artstijl. Leuk ideeën van ridders met portofoons. Lekker hoor. Ja. Dus het speelt gewoon wel een beetje met verschillende genres door elkaar. Een vrouw met een soort Phantom of die opera masker die er stond. Ik had ook een beetje een soort Dishonored gevoel. Ja, en dat je dingen moet gaan uitzoeken wat er gebeurd is in een wereld. Ja, niet zozeer. En wat ik bedoel met Dishonored gevoel is meer dat de stijl van de game de artstijl eruit zag. Ja. Wat je moest doen was een beetje een soort detective gevoel. Je hoort een vrouw hoor je de hele tijd in je oren toeteren van oh, dit was mijn dag en nu moet ik dit gaan doen en zo. Ja. Als dat de hele game doorgaat, dan ben ik daar wel heel snel klaar mee. Ja. Maar ik was intrigued. Ik denk alleen niet dat dit op de PlayStation VR komt. Ziet het er goed uit voor, ja. Dan hadden we een hele schattige game. En die kwam uit in Way Too Early Access. Een hele nieuwe, slimme manier van hoe lanceer je een titel. Ja, maar het ding is, ze zijn er ook gewoon eerlijk over. En dat vind ik altijd fijn. Je bent gewoon eerlijk als je zegt van, ja, we vinden het gewoon te leuk om het te laten liggen. We geven het liever uit. Ja. Wat ik daar wel weer tricky aan vind, is doen ze dit dan om mensen, hè, oh wat schattig, dit moet ik supporten. Ja, maar het balanceert op schattig. Het is tuurlijk. Maar dan heb je zo'n, ik hoop gewoon dat het wel wat meer biedt dan wat zij zeggen. Oh, het is way too early, dus het is eigenlijk nog crap, maar het is zo schattig, dus je moet het kopen. Het ziet er niet heel crap uit. Nee, dat ook. Ik had een beetje dat Animal Crossing gevoel. En ja, weet je, wat zij heel goed doen, wat ik eerder vertelde, is zij creëren niet die hele realistische wereld. Nee, zij kiezen er bewust voor. Het is stylistisch, ja. Een hele duidelijke artstijl, waardoor je heel snel het gevoel hebt van, oké, in deze wereld krijg ik enige immersie. En ze balanceren natuurlijk heel erg op de cuteness. En cute, dat is altijd een hele goede factor, want YouTube zit er vol mee. Arizona Sunshine. Nou, dat is eigenlijk hoe The Walking Dead had moeten zijn. Ja. Simpel. Maar ik snap niet, en dat heb ik met heel veel dingen, ik snap gewoon niet waarom The Walking Dead in dezezelfde E3 reel zit. Heel slim dat ze The Walking Dead eerder hebben laten zien. Ja. Want als je Arizona Sunshine als eerste had laten zien en daarna kwam die shit van dan The Walking Dead maar, uit. Dan was het helemaal van, The Walking Dead down the drain. Maar deze game bestaat al zo lang, dus ik begrijp sowieso niet waarom AMC of The Walking Dead in dit geval de neiging of de interesse had om überhaupt nog zo'n game te maken. De enige reden is voor ontwetende mensen. Nee, maar ontwetende mensen die een zombie game willen, zullen eerder een Walking Dead game halen dan Arizona Sunshine. Ja. Want als je niet zo bekend bent in die gamewereld, dan weet je het niet. Ja. Dus ja, dan kies je voor degene met de bekende naam. En dat is The Walking Dead. En dan zit je toch echt fout. Ja, zit je goed fout. Toen kregen we een trailer van een soort robot met een masker. Ja, ik kreeg gelijk heel erg een beetje zo'n amnesia gevoel qua horror game. En jij tegelijkertijd ook met Portal? Ik had een soort, de reden waarom ik dacht Portal was omdat het een beetje een soort trial and error idee gaf van, dit doe je verkeerd en dat doe je verkeerd, we moeten opnieuw starten. Dat is een beetje het Portal-stuk, waarin je natuurlijk ook, je moet puzzels oplossen om verder te komen. En als je die puzzel niet hebt opgelost, moet je opnieuw beginnen. Dat gevoel had ik een beetje verder of dat klopt. Geen idee, want we hebben daar niet heel veel meer van gezien. Het enige wat we weten is redelijk een cutscene. Ape heette en dat die robot heel tof eruit zag, vond ik. Een game van Tripwire, Aspyr 1. En die kwam uit op Every VR. En wat ik interessant vond, was dat zij in ieder geval een groot debacle aankaarten van VR, waar we het eerder over hebben gehad, motion sickness.
blijkbaar hebben zij een of andere techniek in die game die ervoor zorgt dat je niet... Het heeft gewoon te maken dat je vrij kan bewegen en dat de beweging die je maakt voor je hersenen logisch is. Dat is eigenlijk waarom je motion sickness krijgt. Als de frame rate niet klopt, dus je ogen opeens de ene oog een andere frame rate krijgt dan de andere, dan word je misselijk als jij een beweging moet maken in de game. Nou, die shoot game die jij op PlayStation 4 had, ik ben echt de naam kwijt. Farpoint. Farpoint. Daar kon je op een bepaalde manier met je gun bewegen en lopen, dat in jouw brain eigenlijk niet klopte. Ja. Want zo loop jij niet. Jij loopt niet strak zijwaarts of voorwaarts. Dan word je misselijk. En zij schijnen een manier te hebben gevonden om dat weg te halen. Wat ik heel vet vond aan deze game is dat ze eigenlijk op een bepaalde manier stealth doen. Wat je heel erg in de cutscene van Metal Gear Solid zag. Hè? Je guns, je manier van even een magazine gooien en daar reageren enemies op. Dus ik ben heel erg benieuwd of die physics in die game op die manier ook goed werken. Dus dat je niet run and gun, maar dat je inderdaad, je hebt misschien een machine gun, maar echt één kogel per keer. Echt goed nadenken over hoe je gear gebruikt. Ja, ik vond het heel vet uitzien. Dat wel. Nou, wat zij zelf dan aankaarten als het hoogtepunt van de show, Pistol Whip. Daar hadden wij een flinke discussie over. Ja, ik denk dat we elkaar gewoon verkeerd begrepen of wat gevonden, maar... Het eerste wat wij namelijk lazen was in de manier waarop de game gepresenteerd werd. Een John Wick game, zei jij zei John Wick en ik zei, oh, dit lijkt wel een beetje op Superhot. Superhot, ja. Waarna vervolgens de developers admitten dat het een beetje geïnspireerd was op John Wick en Superhot. En voor mij was het gevoel gewoon van, ja, ze proberen die stijl te pakken, maar gameplay-wise zal het op geen van beide echt lijken. Ja, oké, het schieten van John Wick. Ja, het de artstijl. Tuurlijk, alleen het is dus een game die gebaseerd is op muziek en op een beetje, en dat noemen ze dan zo'n hellshooter of zo. Of nee, niet een hellshooter, ik ben even de naam kwijt. Zo'n bulletstorm game, dus dat je alleen maar kogels op je afkrijgt en je moet bewegen. Ja. En dat zeggen ze een paar moment ook van, hè, je begint waarschijnlijk in paniek en hoe verder je in die game komt, hoe beter je begrijpt hoe je op dingen moet reageren. En bij bij Superhot is het zo dat als je stil blijft staan, blijft de wereld stilstaan. Ja. En is een het is meer het stijltje wat je erin ziet dan dat ik denk van dit is echt een zo'n soort game. En ik ben zelf niet zo van een shooter game op het gebied van ritme. Nee. Schieten doe ik of tactisch of met een speelmanier zoals bijvoorbeeld Superhot. Jij kiest een manier of een pad om enemies uit te schakelen. Hier lijkt het op dat je op één rail staat. Ja. Op de beat moet jij mensen gaan schieten en het enige wat je hoeft te doen is bukken, bewegen, dodgen. Ja. En ik weet niet of ik dat voel. Nou, ik vond het er in ieder geval super tof uitzien. En wat ik ook tof vond was dat dit nou wel, en dit was wat mij betreft het hoogtepunt in de manier waarop je nou een VR-game moet presenteren. Ja, met een paar jump cuts. Wat deze show voor mijn gevoel was, was een veel te veel een ons kent ons wereld. Ik heb niet het gevoel alsof ik nou alles wat op het gebied van VR nu ontwikkeld wordt gezien heb. Nee. Ik heb gewoon het gevoel alsof we hebben naar een paar studio's hebben we zitten kijken, waarvan de één flink veel geld heeft gespendeerd om hier lang en breed in beeld te komen. Het was gewoon een beetje een game showcase, maar je zag niet nieuwe techniek, je zag niet nieuwe VR-techniek. Je hoort namen die gedropt worden als jij niet op de hoogte bent van VR. Word je er ook niet ingetrokken, je wordt ook niet geïnformeerd van hè, wat bestaat er, wat komt er. Hè, die game Boneworks die we zagen waar je physics had, waar je dingen bij kon pakken. Daar hadden ze die mensen zelf een hele mooie uitleg over. Hier zag je dat niet, je zag alleen een trailer. En dat was met heel veel, je zag alleen maar of cinematics of trailers die niet zeggend waren. En de enkele games die wel daadwerkelijk gameplay lieten zien, vertelden ook weer veel te weinig over wat is het VR-aspect. Ja. Wat gaan we krijgen, wat verandert dit van VR? Ja, nou, ik heb dus een PlayStation VR. De grote vraag is, ga jij na het zien van deze show een VR-console halen? Nou kijk, ik heb wel stevige PC's en ik heb altijd wel de interesse gehad of een Oculus of een Vive te kopen. Is er maar een titel die jij nu hebt gezien waarvan jij denkt die van... Die stealth shooting game die leek me wel heel vet. Budget Cuts lijkt me nog steeds heel vet. Ik ben zelf niet zo van die schattige games, dus dat niet. Een Bridge Crew wil ik nog steeds heel graag ook met jou spelen. Die liet ze niet zien. Nee, maar die liet ze niet zien. Maar dat is een game die ik wel graag zou willen spelen. Ja. Maar van die simulated games, dat hoeft voor mij allemaal niet. Het moet wel een beetje gewoon een leuke actie zijn. Ja. Echt een beetje tijdverdrijf. Het hoeft niet zo te zijn dat ik op reis ga naar Parijs bijvoorbeeld. Nee. Dat soort shit hoef ik niet. Dit was de allereerste Upload VR. Hopen wat mij betreft dat het volgend jaar beter wordt, maar dat zeiden we ook het allereerste jaar over de PC Gaming Show. Wil je meer van onze video's zien? Ga dan naar www.gamergeeks.nl voor de overige analyses van de E3.